Er stond niemand aan de caravan te schudden, het was echt een aardbeving. Nee, het was een echte aardbeving. Die was net over de grens in Duitsland, in het, vlakbij het plaatsje Goch, net zo'n 40 kilometer ten zuidoosten van Nijmegen. En hoe sterk was hij? Hij had een sterkte van 4,5 op de schaal van Richter, dus dat is een behoorlijke beving. Dat is voor Nederlandse begrippen een behoorlijke schok. Ja, dat is een behoorlijke schok. Eigenlijk, deze was nu net over de grens in Duitsland, maar in dat gebied Nederland-Duitsland, daar vinden dit soort bevingen plaats gemiddeld eens in de 10, 20 jaar. En waar komen die bevingen dan vandaan? Nou, dit is een beving met, zoals we het nu zien, een natuurlijke oorsprong. Hij heeft een diepte van ongeveer 7 kilometer. Er zijn breuken in het westen van Duitsland die vlak tegen de grens met Nederland aanlopen. Waarschijnlijk is het daarmee, met een van die breuken, is het direct geleerd. Maar we moeten dat nog in detail nazoeken. Ja, u zegt een beving van 4,5 op de schaal van Richter. Is er dan veel schade aangericht of niet, kunt u dat zeggen? Want voorlopig hebben wij nog geen meldingen van grote schade. Nee, ik heb ook nog geen meldingen gehad. Het is wel zo, deze beving was waarschijnlijk vrij ondiep, dus 7 kilometer. En dat betekent dat eigenlijk direct in de omgeving van het epicentrum zou je toch wel kunnen verwachten dat daar wat schade aangericht kan zijn. Het is net op het randje dat net in dit soort bevingen schade kan optreden. Maar gezien de geringe diepte van 7 kilometer zou het wel eens kunnen zijn dat er wat schade aan huis is.